Een emotionele zitting in de rechtbank van Schiphol deze middag, tijdens de tweede dag in het proces rondom de moord op Dirk Wiersum. De vader van de vermoorde advocaat maakte gebruik van zijn spreekrecht. Onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman is nog steeds in de rechtbank. Ja, Saskia, harde en emotionele woorden van de vader van Wiersum. Wat zei hij precies over de moord op zijn zoon? Ja, hij heeft eerst het een en ander verteld over wat het met hem heeft gedaan. En hij zei letterlijk, je kind is dood. En iedereen die zich daar niks bij kan voorstellen, zoveel te beter. Want dat is iets wat je nooit wilt meemaken. Hij schetste dat zijn zoon niet bepaald een heilige was. Hij zegt, ja, zo werd hij misschien een beetje afgeschilderd. Maar dat was gewoon een gezonde Hollandse jongen. Een steunpilaar voor zijn ouders, voor zijn gezin. Een onmisbaar onderdeel van ons gezin. En wat er eigenlijk het meest inhakte was het moment waarop hij zich rechtstreeks richtte tot de twee verdachten. Hij zei, er moet natuurlijk nog worden aangetoond dat jullie je inderdaad schuldig hebben gemaakt aan wat je wordt verweten. Maar als dat zo is, dan is jullie morele kompas wel volledig op tilt geslagen. Hij zei letterlijk, ik lees het ook eventjes voor, dan lijkt het erop dat uw moreel kompas totaal op tilt is geslagen. Dat u dat niet in de gaten hebt gehad is treurig voor de maatschappij, maar ook voor uzelf en uw naasten. En hij zei ook nog, hebt u er überhaupt over nagedacht wat u teweeg bracht in het leven van een ander voordat u aan de slag ging? Hebt u zich tijdig gerealiseerd dat twee kinderen moeten opgroeien met een niet te hele kras op hun ziel? Hebt u er tijdig over nagedacht dat u dat wat u het hardst nodig heeft op dit moment, een advocaat, willens en wetens hebt afgebroken? Hebt u zich tijdig gerealiseerd dat u te weinig geld zou krijgen voor uw daad om echt rustig verder te kunnen leven? En dat u voor altijd afhankelijk zult blijven van een ander? En dat u dus gewoon bedonderd bent? Wanneer u zelf kinderen hebt, hebt u die al vroeg gewezen waar het verkeerde pad is. En daar kunt u verder niks meer tegen doen. Nou, dat hakt er wel even in. Ja, ik kan het me voorstellen. Emotionele woorden. En daarna werd de zaak ook even geschorst, geloof ik, hè? Ja, wij kregen eerlijk gezegd ook de indruk dat de rechters ook wel enigszins aangedaan waren. En dat ze toch eventjes een momentje wilden hebben om de woorden op zich te laten inwerken. En nou ja, misschien zichzelf ook weer even te herpakken. En daarna, na een minuut of 10 of zo, werd de zaak weer hervat. Ja, en de vader, even voor de duidelijkheid, die was lijfelijk niet aanwezig. Is dat dan ook nog uitgelegd waarom hij daar niet aanwezig was? Was het bijvoorbeeld te moeilijk voor hem? Ja, dat en ook in verband met privacyoverwegingen. Daarom is ook de vader van Dirk Wiersum de enige die gebruik maakte van het spreekrecht. Advocaat Stijn Franke, die de nabestaanden vertegenwoordigt, zei dat de vrouw van Dirk Wiersum, zijn kinderen en ook zijn zus en zijn moeder van dat recht hadden afgezien in verband met hun privacy. En nou ja, de vader van Dirk Wiersum nam het eigenlijk waar namens hen allen. En ook al was het via een videoboodschap, het kwam echt heel erg hard binnen. Ja, en nou willen we natuurlijk ook allemaal weten hoe de verdachte reageerde op de woorden in de video. Ja, eigenlijk niet zozeer tijdens dat spreekrecht. Je zag eigenlijk geen zichtbare emotie bij ze. Ze reageerden niet zichtbaar. Na die schorsing van 10 minuten hebben ze allebei gezegd dat ze enorm meeleefden met het gezin van Wiersum. En dat ze het allemaal heel vreselijk vonden. Maar dat ze er zelf niets mee te maken hebben. En dat was het eigenlijk. Ja, dus ze blijven volhouden inderdaad dat ze er niets mee te maken hebben. Verder werd er vandaag ook nog ingegaan op de persoonlijke situaties van de verdachten Moreno B. en Guillermo B. Wat voor beeld werd daar geschetst? Ja, dat is een vast onderdeel, hè, van een strafproces. Dan wordt er altijd ook gesproken over de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. Wat zijn het voor mensen? Hoe ziet hun persoonlijk leven eruit? Hebben ze werk? Hoe zit het met hun geestvermogens? Nou, daar komt eigenlijk een beeld uit naar voren van twee verstandelijk beperkte mannen. Allebei een IQ van 73-74, dat is laag. Dat heeft over het algemeen tot gevolg dat je moeite hebt met plannen, dat je dingen niet kunt overzien, dat je de gevolgen van je acties niet helemaal kunt overzien. Nou, beide verdachten zeiden daar zelf totaal geen last van te hebben. Ze leiden wel allebei levens waar je zo je vraagtekens bij kunt zetten. Ze hebben allebei een strafblad met delicten erop die er niet om liegen. Guillermo B. is eerder veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor een overval op een winkel. Moreno B. is tot 4 jaar eerder veroordeeld, ook voor diefstal met geweld. Ze hebben allebei zich schuldig gemaakt aan huiselijk geweld. Nou ja, meerdere feiten waardoor je eigenlijk zou kunnen zeggen dat morele kompas, dat was al eerder op tilt geslagen, om maar met de vader van Dirk Wiersum te spreken. Ja. Het leek na die veroordelingen,
redelijk te gaan. Ze allebei kinderen, wilden zich allebei op hun gezinnen richten. Guillermo B. heeft maar liefst 6 kinderen, waarvan de oudste werd geboren toen hij zelf nog maar 16 was. Moreno, die heeft er 2 van zichzelf en 2 binnen het gezin van zijn vriendin uit een eerdere relatie. Ja, en allebei lieten ze niet na om te benadrukken hoe belangrijk dat gezinsleven voor hen is. Ja, terwijl ze natuurlijk tegelijkertijd terechtstaan op verdenking van het vernietigen van het gezinsleven van iemand anders. Ja. Daar komt het op neer. Ja, allebei mannen die eigenlijk vooral spraakzaam waren over hun persoonlijke omstandigheden. Vooral Guillermo B. sprak daar veel over. Zei ook dat hij het ontzettend op prijs stelde dat er nu na zoveel, anderhalf jaar hechtenis, een keer aan hem werd gevraagd hoe het met hem ging. Ja, en verder, als het ging om de feiten, de strafbare feiten, de verdenkingen, bleven ze zich op hun zwijgrecht beroepen. Dus daar is nog steeds niet veel uitgekomen. Maar we zijn wel iets meer te weten gekomen over wie Guillermo B. en Moreno B. zijn. Ja, op zich heeft Moreno B. nog wel een verklaring afgegeven. Daar dus ook eigenlijk geen nieuwe dingen meer naar buiten gekomen vanuit de verklaring? Nee, eigenlijk niet. Hij zei dat hij er behoefte aan had om een brief voor te lezen die hij zelf had geschreven. Nou, het was een korte brief. Waarin eigenlijk een paar keer werd herhaald dat hij de rechtbank garandeerde dat hij de moord niet had gepleegd, dat hij er niet bij betrokken was en dat hij ten onrechte werd verdacht. Ja, en dat was het eigenlijk. Dus ja, dat zei eigenlijk niet zoveel. Nee, nou, woensdag gaat de zaak weer verder. Wat gaat er dan gebeuren? Woensdag begint het toch om 9:30 met het requisitoor van het Openbaar Ministerie. Dat is in feite de onderbouwing van de strafeis waarmee ze uiteindelijk zullen eindigen. Dat gaat ongeveer een dagdeel duren. Dus ik denk dat we na een uur of 2, 3 wel weten wat het Openbaar Ministerie voor deze 2 verdachten in petto heeft. Ja, en ook dan zal jij er vanuit ons weer bij zijn. Saskia Belleman, dankjewel voor nu.